Welkom bij deze uitzending van Sportclub Schiedam. We zijn vandaag in het topsportcentrum Rotterdam. Daar wordt het Europees kampioenschap boksen voor vrouwen gehouden. En wij gaan natuurlijk kijken hoe onze sportambassadeur Noeska Fonteyn doet.
The winner with the score 15-7 in the blue corner, representing the Netherlands, Nouska Fontaine. Nouska Fontaine, halve finale net gewonnen van de Britse dame. De finale nu, hoe was de partij van vandaag? Ja, makkelijker dan verwacht eigenlijk. Ik heb eerder tegen haar gebokst in een training en dat was al best wel pittig. En nu is zij overgestapt naar mijn categorie en mensen zeggen ook van ja, het is wel echt verbeterd hoor. Dus ik dacht wel van oké, het wordt moeilijk, maar het viel eigenlijk wel mee. Is dit ook een dame die naar deze gewichtsklasse vanwege de Spelen is overgestapt? Ja, zeker. Engeland, die vinden dat natuurlijk helemaal belangrijk dat de Spelen goed gaan en zij is echt daarom overgestapt. Wanneer in de partij had je het idee dat je de partij in je zak had, zoals dat heet? Nou ja, de eerste ronde sta je 4-1 en denk je oké, dat gaat goed. Maar je denkt wel van ja, ze gaat wel komen nu. Toen was het 7-3, dan denk je nog steeds van ja, je moet opletten, want een foutje. Maar daarna was het volgens mij 11-5 of iets uitgelopen in ieder geval. Dus ik denk nou, als ik nu geen domme dingen doe, dan gaat dat goed. Merkte je ook in de partij dat zij toch een ander soort bokster is dan dat jij bent? Dat zij toch wat meer van kracht moet hebben? Zij moet het meer van kracht hebben? Ja, wat meer stootdingen en dat soort dingen. En dat ze wat dat gaat meer knokt. Ze knokt meer, maar het is niet verstandig, want nee, ik weet het niet. Ze is nog niet compleet, denk ik, want ze wil inderdaad kracht zetten, maar ze heeft de kracht niet. Dus en verder qua snelheid, ze kan niet goed aanvallen en ze kan je opwachten. En op het moment dat jij dat weet, dat ze je opwacht en je stapt er niet roekeloos in, dan komt zij gewoon niet in het spel en zo gaat dat. Nou, in ieder geval de finale, dat is voor jou natuurlijk het belangrijkste. En ja, dan is het maar weer kort dat je je weer moet opladen, want morgen is het alweer zover. Ja, klopt. Het is nu eventjes relaxen. We boksen echt pas morgenavond pas, dus eventjes rustig weer. En gaan we morgenmiddag de video bekijken en dan van een nieuwe tegenstander. En dan daar weer een nieuw plan voor bedenken, nog één keer knallen. Ja, want we weten dat het nu de dame uit Rusland is waar je tegen uit moet komen. Ja, het zal een pittige kluif natuurlijk worden. Ja, gek meisje, want ik ken haar helemaal niet. Ze komt uit de 86 kilo, is teruggegaan ook naar de 75, allemaal voor de Spelen. En sinds zij daarin is gestapt, wint ze van iedereen. Dus ook van de huidige Europese kampioen uit Oekraïne. Dus ja, daar staat wel iets te wachten. Maar ik heb dus nog geen seconde van haar wedstrijden gezien. Dus ik heb geen idee, ik kan er niks over zeggen. The winner with the score 21-10 in the blue corner from the last Bij me staat Marichelle de Jong, ook de finale gehaald van het Europees kampioenschap. En dat is een mooi resultaat natuurlijk. Ja, helemaal geweldig. Ik kan niks anders op zeggen. Leuk natuurlijk ook in Rotterdam. Is dat nog iets extra's voor jou? Dat je eigenlijk als het ware thuis dit toernooi afwerkt? Ja, natuurlijk. Je hoort het publiek. Je hebt mensen die voor je komen kijken en juichen. Ja, geweldig. Gaan we even terug naar de partij die je eerder vandaag hebt gebokst. Hoe heb je dat ervaren, die partij? Ja, alleen maar goed. Ik heb goed aan mijn opdrachten gehouden. En alles is gewoon goed uitgekomen. Als een dame uit Polen waar je tegen moest, want je krijgt nu, zou je kunnen zeggen, een beetje het Oost-Europese blok tegenover je. Ja, dat klopt. De Oekraïense meisje. En daar had ik vorige maand ook tegen gebokst. En het was een Oekraïner voor haar natuurlijk thuisfront. En met één puntje verloren. Ja, ik denk als ik gewoon dezelfde box als ik deze week gebokst heb, dat het voordeel nou voor mij is. Nu hebben we natuurlijk dat grote titeltoernooi in Rotterdam. Merk je dan ook dat er nu wat meer belangstelling ook komt voor jouw tak van sport? Ja, zeker. Je hoort van iedereen van, joh, je hebt zoveel belangstelling, aandacht in de kranten, media.
Ja, en de bond bestaat natuurlijk 100 jaar. Ik denk dat het alleen maar goed is voor de boksbond om meer te laten promoten. Nou ja, en dat we nu staan met z'n tweeën in de finale. Ja, beter kunnen we niet doen. Nee, het is uitstekend inderdaad voor Nederland. Ja, geweldig. Nou, de laatste nog eventjes. Morgen natuurlijk de finale, want ook voor jou de tijd kort om je weer te focussen op die volgende partij. Wat weet je van je tegenstandster in die finale? Ze is een stuk langer en staat rechtop. Ja, niet te onderschatten, maar ik sta gewoon in mijn eigen kracht en vertrouwen. En gewoon vertrouwen dat ik gewoon morgen met als winnaar de ring uitkom. Oké, nou ik ga ook jou heel veel succes toewensen, Marichelle, en maak er wat moois voor morgen. Ja, gaat zeker gebeuren. Dankjewel.
The winner in the 2011 European champion with a score 13-11 in the blue corner representing Russia, Nadezhda Dolopova. Bij me staat Ton Dunk, de bondscoach van de Nederlandse ploeg. Ja, Ton, hoe kijk je terug op het toernooi? Fantastisch. Goud en zilver. Wie had dat gedacht? Van tevoren hadden we ervoor getekend. En nu is het zover, dus we zijn euforisch blij. Nou, dat is goed om te horen. Nou, Marichelle de Jong, de Europese titel. Dat was denk ik een goed gevecht van Marichelle. Ja. Maar, kijk, zij is de eerste Nederlander die Europees kampioen wordt in het amateurboksen. En dit jaar is de Nederlandse Boksbond bestaat 100 jaar. Dus ik denk dat Marichelle gerust in de geschiedenisboeken bijgeschreven kan worden. Ik denk dat ze ook vleugels heeft gekregen van hoe het de sfeer op de tribune ook was op die partij. Ja, ik kreeg er ook wel een soort van adrenaline kick van. Dat was wel erg bijzonder, ja. De partij daarna, Nouchka Fontein, die had het heel erg moeilijk tegen de Rusin Torlopova. Maar dat is ook een lastige dame om tegen te boksen. Die wou niet boksen, die wilde niet boksen. Die wilde duwen, trekken. Maar Nouchka had er gewoon problemen mee. Ik had het tegen van tevoren gezegd, pas op, ze gaat op je achterhoofd slaan. Ze gaat duwen en trekken. Maar ja, ze verliest met 2 punten. Als het andersom was geweest, had het zomaar gekund. Want zeker de laatste 2 rondes kwam Nouchka toch wel eens weer terug in de wedstrijd. Ja, enorm. Ja. En ik dacht ook die laatste ronde, als ze wel ietsje meer gewaardeerd zou krijgen, dat ze misschien wel die partij naar een onbeslist of een kleine voorsprong zou kunnen brengen. Dan is het zilver. En dan kan ik me voorstellen dat bij haar de teleurstelling toch groot zal zijn. Ja, tuurlijk. Bij mij ook. Je ruikt aan goud en je moet genoegen nemen met zilver. Zo is het. Dan natuurlijk voor het Nederlands team zijn belangrijke tijden met de Olympische Spelen ook die eraan komen. Wat staat er binnenkort op de agenda? We gaan een traject uitzetten voor beide dames. Zo doen we met andere sporters ook hoor. En dan gaan we gewoon die naar dat toernooi sturen, die gaat daar naartoe. Dan gaan we kijken hoe ze zich manifesteren in de toekomst. Met goud en zilver ben je denk ik wel een tevreden man. Enorm, ja enorm. En nu gaan we maar lekker een biertje drinken en dan gaan we er even van genieten. Oké, hij is wel verdiend. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Silver medal representing the Netherlands, Nouchka met de ouders van Nouchka Fontein. Ga eerst even naar de vader van Nouchka. Hoe kijkt u terug op het toernooi? Nou, geweldig. Ze heeft het verschrikkelijk goed gedaan. De 4 keer gespeeld. De eerste partij was een beetje zenuwachtig van de start moest eraf. Maar er was een juffrouw waar ze redelijk makkelijk verder van won. De tweede partij was de beste, vond ik, van de 4. Dat was ook een hele sterke tegenstander. En die heeft ze dan in de 4e ronde goed naar achteren gekregen. Gisteren boksten ze heel bekeken. Zo van, ik heb een voorsprong en laat die ander nou maar komen. En vandaag vind ik ook eigenlijk dat ze heel goed gebokst heeft. Er zat 1 ronde bij de 2e waarin ze een achterstand opliep. Maar verder heeft ze geen van de rondes verloren. Moedig teruggevochten. Het was een hele sterke tegenstander, dus 13-11, daar ben je niet afgegaan. Zo'n toernooi is heel erg hectisch. Heeft u nou ook tijdens het toernooi contact nog met Nouchka? Nou, weinig. Ze heeft 1 rustdag gehad en toen hebben we dat gehad. En verder gaat het voornamelijk over sms'jes of ik nog een paar vrijkaartjes ergens neer kan leggen. Dus nee, verder niet al te veel. Dat lukt niet. Dat is ook niet goed. Dan ga ik even naar de moeder toe, want ja, ik denk dat het voor u toch... Blijft het voor u nou vreemd om uw dochter in de boksring te zien? Nou, het blijft wel elke keer heel erg spannend. Je hoopt natuurlijk dat ze het gewoon als winnares eruit komt. Maar ook van,
dat ze een mooie wedstrijd neerzet en dat ze heel blijft. Ja. Nu is het jammer genoeg zilver geworden op het Europees kampioenschap. Ja, toch een mooie prestatie. Ik denk toch dat u trots kunt zijn op haar. Ja, maar dat zijn we eigenlijk al een hele tijd heel erg. Hoor. Ze verdient het om er trots op te zijn. Nu is ze iemand die van sport is geswitcht een aantal jaren geleden. Daarvoor heeft ze taekwondo gedaan, nu boksen. Het is toch knap dat ze in korte tijd al zo hoog op de Europese top staat. Ja, het is een meid die snel verbetering aan kan brengen in het sporten. Dus de taekwondo en nu dat boksen. Het gaat eigenlijk heel snel allemaal. Hoe zit u nou naar zo'n finale wedstrijd te kijken als vanavond? Nou, erg gespannen. Eigenlijk al de hele week. Dus ik heb het gevoel dat het nodig is dat er nu maar een keertje een eind aan komt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan gaan we natuurlijk even terug naar die finale partij. Die kijkt u natuurlijk met spanning. Maar bent u dan, is er dan toch een teleurstelling dat het zilver is? Of bent u toch trots dat ze sowieso in de finale staat? Ja, dat ligt aan het moment waarop je dat meet. Ik vind voor de sporter, maar ook als je zo'n fan bent, dat je zegt... Kort na die wedstrijd moet je eerst de teleurstelling hebben dat je zegt, we hebben het niet gered. Vooral omdat het er even op leek dat ze in die laatste ronde toch nog wel wat puntjes dichterbij kwam. Maar dat gebeurde niet. Maar even later dan zeg je, joh, het is toch geweldig dat je tweede van Europa wordt. En nog op een zeer eervolle manier ook. Ze heeft een heleboel politiek gedonder onderheen gehad in die bokswereld. Dus dat heeft ook niet meegezeten in de voorbereiding. En dan vind ik het extra knap dat ze toch tot de tweede plaats komt. Dus uiteindelijk is het apetrots en heel goed. Zo hoort het ook. En er staat natuurlijk nog het een en ander op het programma, denk ik, wat Nuschka betreft. Nou, nu eerst even een weekje, denk ik, rust. Want het is toch een zware week geweest met alle, nou, ook de voorbereidingen natuurlijk. Maar de wedstrijden vragen wel heel veel energie. Het is wel goed om daar even eerst eventjes van te herstellen. En dan verder natuurlijk. Van kijken wat er aan wedstrijden nog gewonnen kan worden. Om natuurlijk toch bij die Olympische Spelen terecht te komen. Nou, we gaan het traject ook uiteraard volgen. En ik bedank u nu voor dit gesprek. De wedstrijd is geweest, Nuschka tegen de Russische Torlopova. Maar dat is een lastige kluif gebleken. Ja, en verwacht ook wel hoor dat het geen eitje zou worden. Maar helaas 13-11 verloren en dat was niet genoeg. De bondscoach heeft tegen ons gezegd dat het een dame was die eigenlijk helemaal niet wilde boksen. Heel verdedigende bokster. Nee. Dat mijn tegenstander een verdedigende bokser was? Ja, dat ze niet wilde boksen eigenlijk. Nou, ze wilde aanvallen en vervolgens hebben we de hele tijd in een clinch gelegen, maar... Ze wil wel boksen. Alleen vervolgens zit je altijd in een clinch vast en ze is sterk en daar kom je dan niet zo makkelijk uit. Dus als je dan achter staat, dan tikt die klok maar door. Dus dat levert problemen op. Met wat voor gevoel ging je vooraf de finale in? Ja, natuurlijk om te winnen en niks anders te doen. En op zich ook wel met vertrouwen, wetende van ja, het is wel een hele moeilijke, want ze maakt het iedereen moeilijk. Maar het kan wel als je echt goed technisch bokt. Maar het is niet helemaal gegaan zoals het moest. We hadden toch nog even het idee bij ronde 3 en 4 dat je toch heel sterk terugkwam, dat het er misschien nog in zou zitten. Had je dat voor jezelf ook nog een beetje dat gevoel in de wedstrijd? Ja, in de vierde ronde had ik wel door dat het goed ging. En ik hoor het meer hier zo dat mensen zeggen van ja, we wisten niet zeker of dat het misschien toch nog jouw kant op zou gaan. Maar ja, ik heb het liever zo dan dat je wint en dat mensen zeggen van was niet helemaal terecht of was. En je moet gewoon beter worden klaar. Is dit dan wat ze dan noemen een belangrijk leermoment op weg naar? Ja, tuurlijk. Misschien ben je er achteraf blij om. Omdat je denkt, ja, als ik goud had gewonnen was ik... op mijn luie kont gaan zitten en nu weet je in ieder geval van ja, er kan altijd weer iemand komen die van je wint en het is jammer, maar oké. Ja, duidelijk, er moet gewoon nog harder gewerkt worden. Is het dan toch de blijdschap dat je zilver hebt of de teleurstelling dat het geen goud is?
Ja, nu is het zeker de teleurstelling dat we geen goud hebben. En sowieso, ja, met twee puntjes, dan denk je van ja, we hadden het toch nog wel gekund op een of andere manier. En ja, dat is gewoon balen, want je hebt een titel of je hebt hem niet. En je hebt hem nu gewoon niet. En ik heb hem even erg niet als iemand anders die de eerste ronde eruit vliegt. Dus ja, als je dan wat verder kijkt, dan weet je wel van, ja, dat het een goede prestatie is. En dat je goed op de route ligt richting WK en Olympische Spelen. Maar ja, toch geen titel. Dat is spijtig, maar is het aan de andere kant ook weer iets wat je mee kunt nemen voor de latere toernooien die eraan komen? Jawel, maar ik heb nu al een paar keer zilver gehad en ik heb daarvan gedacht, nou dan neem ik dat mee voor die EK. En op die EK doen we echt goud en niks anders. En ja, nou is het toch weer gebeurd. De laatste vraag nog eventjes. Ja, het is iets heel anders, maar het sportgala komt eraan op 25 november. Ben je daarbij? Ik heb er nog helemaal niet van gehoord. Ik hoor nu voor het eerst 25 november. Maar ja, volgens mij heb ik dan niks. Dus ik ben erbij. Leuk. Oké, nou dan hopen we je graag weer te zien. En dan ga ik je toch namens alle Schiedammers feliciteren met het zilver op het EK. Want dat is toch een hele mooie prestatie. Dankjewel.